voor verdiensten die te maken hebben met het militaire verleden van Nederland en Nederlands-Indië, maar die ook te maken hebben met het verleden van uw familie. Want het verhaal van een vader die in Indië bij het Koninklijk Nederlands-Indisch leger is ingelijfd, die strijdt, die na de capitulatie van Indië krijgsgevangen wordt gemaakt, die aan de Burma-spoorweg moet werken, die uiteindelijk na de bevrijding in Indië blijft in een van de meest roerige periodes die Nederland in Nederlands-Indië, het latere Indonesië, heeft meegemaakt. Dat zal ook een verhaal van de familie zijn. Onderscheidingen die verworven zijn, en ik zeg erbij helaas postuum, want uw vader en grootvader is in 1988 overleden, die toegekend zijn door de minister van Defensie voor de verdiensten die hij in de jaren tussen 1939 en de jaren tot aan het onafhankelijk worden van Nederlands-Indië in Indonesië heeft gekregen. De onderscheiding die postuum is toegekend aan uw vader, Herman Lodewijk Hagebeek, het ereteken voor orde en vrede, dat is toegekend voor de verdiensten, militaire verdiensten van uw vader in het Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Ik doe dat weliswaar niet chronologisch, maar wel in draagvolgorde. Dat is deze als eerste. Met daarbij het door de minister genomen besluit en het certificaat dat daarbij hoort. En voor die jaren dat hij gemobiliseerd is geweest, tussen 1939 en 1945, heeft de minister van Defensie het mobilisatie-oorlogskruis toegekend. En ook daarbij hoort een zeer wat kleinere oorkonde en het kruis zelf. En ook dat is postuum toegekend aan uw vader, Herman Lodewijk Hagebeek. Het is met enige gemengde gevoelens dat ik ook het knul demobilisatie-insigne aan u overhandig, omdat het ook iets zegt, deels natuurlijk over de waardering die er is voor ex-knillers, en die is er nog steeds, zeg ik erbij. Maar dat het ook iets zegt over de van een heel mooi en heel trots legeronderdeel dat tot het uiterste is gegaan in zijn loyaliteit aan het moederland. Ik geef het u graag als herinnering aan de demobilisatie van uw vader. Meneer Hagebeek, een heugelijke dag vandaag. Kunt u ook vertellen waarom? Jazeker. Vandaag is mijn vader zeg maar postuum onderscheiden met een hele mooie oorlogsmedaille zeg maar, die hij verdiend heeft. Naar aanleiding van zijn knilverleden. Ja, ja. Hoe lang heeft dat geduurd voor het zover was? Ik denk in totaal 4 jaar. Hij vertelde er wel eens over, maar niet tot in de details, zeg maar. En soms vertelde hij er wat meer over. Maar je moet je voorstellen, wij waren als kinderen waren we 8, 9, 10 jaar. Maar dan ga je niet al het leed vertellen natuurlijk aan je kinderen. Dus we hebben hij hield wel heel veel voor zich, zoals zoveel van zijn generatiegenoten.